Deze werkwijze vraagt van ambtenaren en bestuurders een hele open houding. Wel vertrouwen op je vakkennis, maar ook kennis van anderen kunnen binnenhalen om die te combineren. En het vraagt lef. We staan in de Buitenbantammerstraat. Een van de locaties voor een vraagstuk van een editie van de Nieuwe Wibout. De Nieuwe Wibout was een leergang voor ambtenaren om op een nieuwe manier, noemde dat destijds, te werken. En ik noemde dat het hersenyoga voor ambtenaren. Hoe kun je flexibiliteit inbouwen in je denken om daarmee vraagstukken aan te kunnen? In dit straatje wonen een aantal actieve bewoners. Die zeiden, nou, als jullie vraagstukken zoeken, hebben we er wel eentje voor jullie. Dit was ongeveer 6 jaar geleden. Toen speelde natuurlijk al de discussie over drukte in de stad. Zeker in de binnenstad. En door dit straatje lopen een heel veel toeristen van het Oosterhoeks Eiland, waar een groot hotel zit ook. Of lopen toeristen door dit straatje zo naar het centrum toe. En 's ochtends waren die nog vrij rustig. Maar zeker als ze jonger waren en 's avonds terugkwamen, werd het allemaal wat luidruchtiger en dronkener. En het vraagstuk ging aan de hand van dit voorbeeld van deze straat, ging natuurlijk eigenlijk over hoe pak je nou die drukte in de binnenstad aan. Waar zij op uitkwamen is niet zozeer verbieden en zeggen je mag hier niet meer komen. Maar zoeken naar oplossingen waarin bewoners ook wel positief staan tegenover bezoekers. Maar ze ook graag willen vertellen wat het effect is van hun gedrag. En eigenlijk lijkt het, als ik er nu over nadenk, een beetje op de campagne die je natuurlijk het afgelopen jaar hebt gezien. Op de wallen bijvoorbeeld met de posters We Live Here. Waarin bewoners ook zeggen, ja, wij wonen hier en hou een beetje rekening met ons. Je hoeft niet weg, maar hou wel rekening met ons. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen die je leert is dat er heel veel kennis om je heen is, ook als je hem zelf niet hebt. En dat ook leidt tot oplossingen waar je, als je in je eentje had gewerkt, niet op zou zijn gekomen wellicht. We werken nu aan een omgevingsvisie voor Amsterdam, in het kader ook van de Omgevingswet. Die ook aangeeft dat elke gemeente duidelijk moet zeggen hoe ze de stad willen betrekken, hè, of samen met de stad plannen wil gaan maken. Het idee is, kun je niet van begin af aan, nog voordat je eigenlijk een plan van aanpak hebt, zeg maar, juist met gebruikers in een gebied, bedrijven, bewoners, bezoekers, als je dat weet, zelfs dat plan van aanpak gaan bedenken. Wat er nodig is om dit te kunnen doen, moet ik even teruggrijpen denk ik op de lessen van de Nieuwe Wibout. Daar werkten teams aan een vraagstuk. Maar we gaven ze wel een aantal dingen mee. Er waren weinig regels, maar elk team had een mentor waar je terecht kon. Dus iemand in de samenwerking die mensen terzijde kon staan. Er was intervisie, waardoor men elkaar kon helpen en ervan kan leren. En wat ik altijd heel mooi vond, we vroegen altijd een prototype te bouwen. We gaven ook niet van tevoren aan, dit moet de oplossing zijn. Daarom was het ook een vraagstuk en geen opdracht. En dat geeft heel veel ruimte om te zoeken naar misschien wel onorthodoxe antwoorden. We zitten nu natuurlijk in financieel lastige tijden. Dus je zou dus kunnen zeggen, ja, zo'n vrije manier van werken, klinkt het, daar hebben we geen tijd en geen geld voor. Ik denk juist dat het omgekeerd is. Hè? We hebben een stad vol met hele veel bewoners, bedrijven, mensen met ideeën, met denkkracht, die je juist nu zou moeten benutten. En als jij nu al in het begin van je project samen optrekt om te zoeken naar de goede oplossing, dat kan in het begin wat meer tijd kosten, hè, voordat je zeg maar je conceptproduct hebt en dergelijke. Maar daarna in de procedures, als je dat draagvlak, zoals dat heet, al hebt, hoef je dat niet achteraf nog een keer te gaan zoeken. Want bewoners in deze stad of bedrijven zijn ook weer mondig genoeg om duidelijk te laten weten, desnoods voor de rechtbank, dat ze het ergens niet mee eens zijn. En dat zijn ook lange en kostbare procedures.